De Sint-Antonis van Padua school is in 2-laags betonblok uit het jaar 1972. De sloop is begonnen. Nu gaat deze school plaatsmaken voor een kindcentrum. Het nieuwe gebouw komt iets noordelijker te liggen, maar komt nagenoeg op dezelfde plek. Het wordt een 1-1 verdiepingsgebouw, waarbij de gymzaal iets verhoogd is. Het oude gebouw wordt op midden geknipt en het linkerdeel wordt gesloopt en het rechterdeel blijft nog intact, waaronder ook de gymzaal. De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd, dat wil zeggen dat het gesloopte materiaal ter plaatse wordt gesorteerd en opgeslagen. De sloop van de huidige school die is begonnen in 20 juli van dit jaar. Deze sloop gaat duren tot aan het nieuwe schooljaar, dat is 24 augustus. Een deel van de school blijft nog staan, omdat een deel van de leerlingen die kon niet ondergebracht worden in de units die nu op het speelterrein aan de voorzijde staan. Daardoor waren er nog 2 klaslokalen nodig en is besloten om dit deel van de school te laten staan, zodat hier ook nog kinderen ondergebracht konden worden. Ik heb in de jaren 90 hier op school gezeten. En Thijs zit er nou sinds afgelopen jaar op school. Ja, wij hadden een klas van 32 personen, dus ja, grote klasse. En voorheen hebben we nog op de crash gezeten bij de Bekkaard. Zeg maar eens wie jouw juffrouw is. Juffrouw Doreen. Ik ben hier gekomen in de schooljaren 2015-2016. Toen was er een vacature voor leerkracht groep 7-8. Daar heb ik op gesolliciteerd en ben ik uiteindelijk geworden. Ik heb het komende schooljaar groep 8 en daarin zitten 28 leerlingen. In de nieuwe school is straks plek voor 175 tot 200 jongens en meisjes. Door de nieuwe onderwijsvisie denkt men niet meer in hokjes en in klaslokalen, maar eigentijdse moderne open locaties met een leer- en werkplein. In de nieuwe situatie zijn de klaslokalen allemaal op de begane grondvloer. Daarbij komen er de klaslokalen uit op een centralere hal. Dit geeft veel meer overzicht. En daarbij is ook nog rekening gehouden dat er meer licht toetreding is naar de klaslokalen toe. Het grootste verschil is dat we steeds minder op onze eigen eilandjes in onze eigen klassen werken. En dat we steeds meer de samenwerking zoeken met andere groepen. Dat noemen we groepsdoorbrekend werken. Een stukje digitaal onderwijs hebben we grote stappen gemaakt. Zo hadden we voorheen een paar computers per klas. En nu hebben we voor ongeveer de helft van de leerlingen een Chromebook beschikbaar. Er staan nu noodlokalen op het terrein waar de kinderen les krijgen. Na jarenlang plannen is de nieuwbouw nu concreet en de nieuwe school in Nijnsel gaat leven.